Hi, goedemorgen. Ik was net even mijn haar in de staart aan het doen en zo. En toen zag ik dat ik al aan het filmen was. Maar het heeft helemaal geen zin om jullie te laten zien hoe ik mijn haar in de staart doe. Ik heb niet zo'n goede periode eigenlijk. Ik zit wel onder de haren nu. Ik heb vorige week... was mijn trouwdag. Was ik 22 jaar getrouwd. En dat is op zich prima. En we hebben niet heel veel aan gedaan. We zijn een klein dateje gehad. We hebben ergens koffie gedronken en een taartje gegeten. En we zijn in het bioscoop geweest. En that's it verder. Zaterdag heb ik mijn nichtje begraven. En dat was ook een van mijn beste vriendinnen. Iemand die ik al mijn hele leven ken. Ze is iets ouder dan ik. Ze was iets ouder dan ik. En 50 was ze. En het ging heel snel. En we hebben elkaar natuurlijk een tijdje niet gezien vanwege corona. Maar ja... Op een gegeven moment kwam het bericht in februari dat ze uitgezaaide huidkanker had. Het was een melanoom weggehaald en dat is gaan uitzaaien. Eigenlijk is dat huidkanker, volgens mij. En het ging van kwaad naar erger en steeds een stapje erger eigenlijk. Eerst immunotherapie en toen een tumor in de rug waar ze niet meer kon lopen. En die hebben ze dan geopereerd en toen een revalidatiecentrum. En dat kon ze dan niet vinden. En toen een verzorgingshuis. En uiteindelijk werd het een hospice. En daar is ze een week geweest. Ik heb het er moeilijk mee. Omdat mijn ouders zijn overleden. Mijn oma en opa zijn overleden. Mijn moeders broertjes, mijn oom is overleden. Ik heb weinig tot geen contact met mijn broer. Waarvan ik eigenlijk niet weet waarom dat zo is, zeg maar. Even een beetje haar in doen. En zij is een van de laatste mensen waar ik regelmatig mee omging. Ik heb natuurlijk nog wel meer nichtjes. Maar zij heeft ook heel bewust mijn moeder meegemaakt. En mijn moeder al heel lang overleden. Die overleed toen ik 18 was. En dat is nog steeds een punt voor mij. Dat is nu 31 jaar geleden. En ik vind dat nog steeds moeilijk. En zij is wel iemand waar ik echt al van kleinste af aan en ook in de puberteit en ook toen ik net op mezelf ging. En zij was er altijd en zij is een deel van mijn basis en zij is nu weg. Dus ik heb het daar moeilijk mee. Dat wou ik even delen. Dat is ook een reden waarom daar even niks op YouTube is geweest. Koffie. Maar goed. Als ik verward klink of niet uit mijn spiegel staat daar. Dus ik zit te kijken naar die enorme pluk die hier heel gek staat. Maar dit zak zoopt hier wel in. Dan is het om die reden. Ik heb nieuwe spullen van Catrice. Van de nieuwe update. Even kijken of ik een beetje in het midden kan zitten of niet. Ja. Dan ga ik toch weer zo automatisch zo. Van de nieuwe winter update van Catrice. De herfst, winter. Die heb ik gisteren binnen gehad van Boosie Shop. En die gaan we proberen. Ik ben begonnen met deze. Niet in mijn spiegel laten zien, want dan zien jullie het niet. Deze. Het heeft een beetje eigenaardige geur, vind ik. Maar... het voelt goed. Het voelt, als je het opbrengt, doet het mij een beetje denken aan een gel. Maar
Normaal gebruik ik die van The Ordinary. Maar ik ga deze gewoon... Doe ik het weer? Ik doe het in de andere hand. Ik ga deze gewoon opmaken, proberen. En misschien vind ik er wat. Hier hadden ze in de vorige dingen ook een face wash van. Van Gel to Oil. Die vind ik wel heel fijn. Die staat bij mij in de douche. Die gebruik ik altijd onder de douche. Dus ja. Protect Melting Moisturizer. Ja, het is echt een beetje melting. Dat beetje dat gel wat dan... Nou ja, goed. Heel apart. Wat erbij zit ook is een nagellak. In de kleur peach. Dat is zeg maar deze kleur. Je ziet het niet zo heel goed. Deze kleur. Ik heb maar één nagel gelakt. Eigenlijk om te proberen. Leuk kleurtje. Ik weet nog... Weet verder niet, ja, nagellak houdt me mij nooit zo lang. Maar ik vind het wel leuk. Hebben we deze. The Glowifier Illuminating Primer. Prima. Ik vraag me af of dit ook een beetje een dupe-achtig product is van... Die van Elf. die heb ik. Dat is deze. Of die van Charlotte Tilbury. En die heb ik niet. Jeetje, ja. Dus die gaan we gebruiken. Ik weet niet of ik het moet schudden. Het is met zo'n pipet systeem. En over het algemeen. Valt mij op dat die pipetjes niet zo goed werken. Ik heb twee druppeltjes. Nou, doe even met mijn handen. Ik heb een heel leuk doekje van Chanel. Die is van mijn zoon, DCW. Dit kreeg hij bij een actie voor Vaderdag of zo. Toen heb ik parfum voor mezelf gekocht. En toen kreeg hij dit doekje. Maar hij wil hem niet of hij is gewoon leuk om te hebben. Dus tot die tijd gebruik ik hem als handdoekje om mijn handen af te vegen. Wat doet het? Het laat inderdaad een hele... Zie je dat? Het laat inderdaad een glow achter. Ja. Dat is het. Ik weet niet of het in de zin van een primer echt wat doet. Ik gebruik de True Skin van Catrice. En ik heb de kleur... Oh ja? Nee toch? Deze is echt, deze is te licht hoor. Ik heb de kleur 004 Neutral Porcelain. Ik had ivory in mijn handen, maar die gebruik ik altijd om... Als je het hoort, Dennis is het gras aan het maaien. Één pompje gebruik ik altijd.
dit is wel, ja, mensen zeggen een full coverage foundation. En dan zie je van die vrouwen, nou niet van die vrouwen, dan zie je vrouwen op internet. Drie of vier pompen opdoen, ja, dan is die full coverage, ja. In principe, als je gewoon één pompje gebruikt, vind ik hem niet. Bijzonder full coverage. Maar dat is misschien persoonlijk. Hij dekt het rode wel oké. Okay. Maar er komt toch nog steeds wel wat doorheen, weet je. Het is niet helemaal... Ik moet wel zeggen, ik zie er doorheen een glow. Dat vind ik op zich, ja, mooi. Mm. Dan hebben ze ook een nieuw Cover & Care Concealer. Dat is deze. En dit is in de kleur. Ik heb natuurlijk weer geen bril bij me. 0002N. Dat is wel een van de lichtste kleuren. Ze hebben natuurlijk nooit heel veel keus bij Catrice. Maar dit is goed. Lijkt op... wat zou ik zeggen? Op de foundation. Dat wou ik zeggen. Het lijkt op de foundation. Ik doe altijd een beetje boven mijn wenkbrauwen, omdat ik daar gewoon als het rood ben. Het voelt redelijk dun. Maar wel goede dekking, zeg. Nou hoef ik niet heel veel dekking, dus ik vind dat al snel goed, maar... Ik steek mezelf zo in mijn oog. Wow. Oké, als je echt wil oplichten, dus wil brightenen, zeg maar, dan moet je echt een lichtere kleur nemen. Maar ik hou daar op zich niet zo van. Ik zie eruit als een geest nu. Dat zit echt helemaal niet zo. Maar, dan moet je echt een andere kleur nemen. Van de vorige collectie heb ik de... Ik zit iedere keer in dat ding te praten. De All Matte Shine Control Powder. Maar dan de Healthy Look versie. Dus ik ga even kijken... Wat dit doet. Nou, ziet er prima uit verder. Ik ga dit gebruiken ook voor de rest van mijn gezicht. Want we weten het, hè. Ik hou niet van een plakkerig gezicht. En nou droogt die True Skin Foundation echt wel goed op, hoor. Maar ik moet zeggen, het matteert wel, maar je hebt nog wel shine er doorheen, zeg maar, glans. Hele mooie poeder. Ik kan er niks anders van zeggen. Ja. Ik gebruik de Clean ID Glow Prime and Fix Spray. Dat is deze. Even tussendoor om de poeder... Hele lichte mist. Hele fijne mist, laat ik het zo zeggen.
even terugwappen. Maar goed, weet je, ja, het hoort erbij, hè, dat mensen overlijden. Je verwacht alleen nooit dat iemand van je, nu nog niet, van je eigen leeftijd overlijdt. Nou, heb ik natuurlijk wel meer mensen begraven in de loop van de jaren. Maar, ja. Oh ja, wat ik ook nog had. Ja, shit. Was deze brightener. Die is ook nieuw. Dat is zeg maar zo peachy kleur. Nou, die moeten we dan even bij de volgende keer gebruiken. Ben ik heel benieuwd. Nou, ik ben heel gek op dat soort producten. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind deze foundation ook niet vervelend. Ik ga even een wenkbrauwpotlood pakken. Ik gebruik de Waxy Brow Pen. Er komt redelijk pigment af. Deze had ik al hoor. Deze is niet nieuw. Wat ik wel nieuw heb, is deze Brow Gel. Brow Fix. Ik weet niet. Ik weet niet waarom mensen altijd hun mond open doen, hè, als ze zich aan het opmaken zijn. Ja. Oké, de Brow Fix. Ik doe even een spoelie. Een spoelie dubbel slaan. En doe ik er even in en dan... Normaal gebruik ik dit soort producten niet hoor. Want ik heb hele fijne haartjes. En die zakken over het algemeen niet echt. Dus ik heb dat nooit gemerkt. Maar voor de video gebruiken we de Brow Fix Shaping Wax. Nou. Wenkbrauwen klaar. Ik ben daar nooit heel erg lang mee bezig. Er was geen nieuwe bronzer. Dus ik heb, pak even die van de Holiday Skin. En ook daarvan gebruik ik niet heel veel. Heel klein beetje. Dan waren er twee nieuwe blushjes. Dit is een glow blush. En dit is een matte blush. Hier zijn drie kleuren van. En hier volgens mij ook. We gaan voor de glow. Huh? Serieus, het is hier zo takkenzooi dat ik alles constant kwijt ben. Waar heb ik dan? Nou ja. Oh, die ligt hierin. Oh ja. Nou. Blush. Het is nu half één, denk ik, zo'n beetje. Kunnen logeren hier. Ja, dat heb ik.
Jeetje, onhandig. 1:15. En we gaan pas vanavond naar de film. Dus er mag best een beetje... Ook een beetje op de neus. Dit geeft trouwens wel heel goed pigment af, zie je dat? En het is een heel vrolijk zomers kleurtje. I like. Goed. Die heb ik gebruikt. Even alles even bij elkaar houden, voordat ik niet meer weet wat ik ga. Dan hebben ze een waterproof kajal. En ik tightline altijd, dus gaan we hem voor gebruiken. Of ik hem daar fijn voor vind. Ja, hij is in het begin een beetje hard. Maar dat gaat eraf. En dan het nieuwe oogschaduwpalet. Ze hebben er 5 volgens mij. En ik heb gekozen voor de matte versie. Dus dan beginnen we met zeg maar deze kleur. Het is heel poederig. Maar dit is een mooie bruine kleur, zeg. Ja hoor. Hier is niks mis mee. Ja, even schoonmaken. Dan nemen we deze, een beetje grijzige. Even kijken wat die doet. Die heeft een klein beetje fallout. Ja, mooi. Klein beetje definitie. Dan wil ik graag een klein, ja, deze, een wat platter penseel. En dan neem ik de hele lichtste kleur en die gaat dan aan de binnenkant. Dan krijg je een soort cut crease-achtige look, maar dan heel soft. Cut crease kan je trouwens ook maken als je overhangende oogleden hebt. Maar dat wil ik niet. Dan pakken we even een schone kwast, borstel wou ik zeggen. En blenden we netjes de randjes weg. Ja, het is heel licht, het is heel minimaal, maar ik hou ervan. Ik kan er niks aan doen. Ik neem die eerste kleur zeg maar van de crease en dan een klein beetje van die donkere kleur. En dan een klein beetje langs. De onderste wimperlijn. Het is heel poederig. Eerlijk is eerlijk, want nu heb ik hier een vlek. Oké, als je hiermee
Als je hiermee de donkerdere kleuren gaat doen, doe dan eerst je ogen. Just saying. Even wimpers krullen. Dan hebben ze tegenwoordig een Super Prime Mascara Primer. Nou, ik gebruik altijd primer, maar ik gebruik altijd die van L'Oréal. Oh, deze is wel. Ik zie wel opnieuw dit. Oh. Hij is grijs. Denk ik. Even laten zakken. Dan hebben ze ook tegenwoordig Aloe Vera Eyeshadow Sticks. En ik heb kan het niet zien. Iets met rosé en golden toffee. Dat is deze. En die wilde ik eigenlijk een beetje als eyeliner gaan gebruiken. Het is wel shimmer. Dus als je niet van shimmer houdt, weet ik niet of je dit fijn vindt. De mascara. De nieuwe Boost Up mascara. Nou. Zo ziet het borsteltje eruit. Dat is niet mijn favoriet. Maar goed. Ik ben sowieso niet heel erg into zwarte mascara. Ik doe even dat ik het even goed kan zien. Het maakt je wimpers heel fluffy. Waardoor ze eigenlijk bijna onzichtbaar worden, bijna. Deze laten we even drogen. Gaan we even verder. Ze hadden een nieuwe Plumping Lip Liner. Deze. Is een goede. Zo, even zo. Even zo. Ik vind dit een goede bruine nude. Dan hadden ze een aantal lipproducten waarvan ik een selectie heb gemaakt. Ze hadden een nieuwe van deze 5 lipcare. Powerful 5 lipcare. En dat is een hele lichte bruine. Ik hou ervan. Ik kan er niks aan doen. Zal ik hem even swatchen. Zie je dit? Ik hou ervan. Dan hebben ze tegenwoordig de Shine lippenstiften. Dit is een beetje Urban Decay-erig. Dat is deze.
Die is een beetje rozig. En dan hebben ze deze heb ik uitgevoerd. Dit is 20, dit is 30. Die gaan we denk ik gebruiken. Deze, die 30. En dan hebben ze ook nog de Melting Kiss lippenstiften. En die heb ik in de kleur 020. En dat is dan deze hier op de hoek. Dat is een soort lipgloss melting-achtig ding. We gaan met 030 van de Shine lippenstiften doen. Mooie nude-kleur. Ja. Het voelt een beetje als een. Ja. Het voelt niet vervelend hoor. Ja, ik heb altijd dat. Mijn onderlip pakt niet zo goed. We gaan nog even een laagje mascara bouwen. Oh ja. Ik vond die andere Lift Up niet zo fijn van hun. Maar deze. Ik vind hem goed op te bouwen zonder dat hij heel clumpy wordt. Tenminste bij mij niet. Heel mooi. Ja. Heel mooi. Dit was hem. Oorbellen in en klaar. Wat vinden we ervan? Het is een gewoon een hele simpele look. Maar dat ben ik. Ik hou niet van hele heftige dingen. Ja, je ziet echt de glow er doorheen. Ook van de spray, maar ook van de primer. De poeder is prima. De blush. Ja, mooie kleur. De oogschaduw. Deze is een beetje poederig, echt wel. De shadow stick. In eerste instantie als liner goed. Geen problemen mee. De primer, ik vind die van L'Oréal beter, maar deze mascara is wel echt prima, ja. En ik heb niet heel veel verstand van mascara's hoor, dit is gewoon voor mij. De lippenstift, heel mooi, de lipliner heel zacht, heel, of die heel lang blijft zitten weet ik niet, want hij is heel zacht, maar geeft goed kleur af. Wat ik een beetje mis is een highlighter eigenlijk. Tenminste in de collectie. Niet omdat ik dat nu op mijn gezicht wil. Want ik gebruik het amper. Maar dat zou er wel bij horen. Deze lippenstift voelt heel fijn. Je voelt natuurlijk wel dat je lippenstift op hebt. Maar. Het voelt niet zo als een balm zeg maar. En het heeft een hele gezonde glans. Laat ik het zo zeggen. Heb ik dan nog iets gemist? De concealer. De concealer is echt prima. Prima. Goede dekking. Goede is echt prima. De brow gel wax.
Ja, het zit nog steeds, maar ik heb niet hele lastige wenkbrauwen. De andere eyebrightener moet ik nog proberen. En verder heb ik volgens mij dan wel alles behandeld, hè? Ja, nou. Ik ga naar beneden, want het is inmiddels 1 uur. En mijn man wil denk ik wel iets eten. Dus dat ga ik even maken voor hem. En dan gaan we vanavond naar de film. Daar komt dan een wat vind ik ervan, want we gaan naar de sneak preview. Dus ik weet niet welke film we gaan bekijken. En dan horen jullie dat op het kanaal. En deze, ik denk dat deze video morgen online komt. Het is nu zondag. Bedankt voor het luisteren naar mijn, ik moest mijn verhaal even kwijt. Ik hou het over het algemeen, nou nu merk ik dat ik het een beetje voor mezelf aan het houden ben. En ik dacht, ik moet het toch even delen. En dat heb ik bij deze gedaan. En ja, bedankt voor het kijken naar mijn Hobby YouTube kanaal. Like en subscribe. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Doei! Muah.